Na de bevrijding van Eindhoven zijn er veel geallieerde soldaten in de stad. Als ze vrij zijn, gaan ze graag op stap rond de markt. Ook William of Bill Beurt, die in de herfst van 1944 in danszaal Elverding mijn tante Truus leert kennen. Ome Bill is via Normandië, Frankrijk dus, België, Nederland ingekomen rond 1944. Hij heeft die D-Day meegemaakt. Ja, dat heeft wel heel veel impact op hem gehad, want hij zag ook heel veel ellende. Hè. Hij was gelegerd in Weldschap, op de militaire basis. Want er deden ze de vliegtuigen ook allemaal repareren en nakijken. Want hij mocht niet vliegen, hij mocht geen vlieger worden van zijn moeder. Nee, hij mocht wel repareren en monteren, maar geen vlieger worden. Nee. Toen hebben ze een vrije avond gekregen en toen zijn ze naar Eindhoven, hier naar de markt gegaan en zijn hier gaan dansen. Een avondje uit en daar had hij mijn tante leren kennen. En dat was de liefde van zijn leven. Hij had nog nooit zo fijn gedanst. Thuis danste heel de familie. Mijn vader en de moeder waren heel muzikaal. En die al dansen met elkaar, met zijn zus en met zijn moeder. Ja. En hier was de lust van zijn leven dat hij het heel de dag, heel de nacht gedanst tot laat in de nacht met tante Truus. Ja. En hij heeft ook nog geluk gehad, want 's avonds gingen ze naar Weldschap. En toen stak zijn kameraad een sigaret op. En toen werd er geschoten. En toen hebben ze gezegd, sigaret uitmaken, want het is gevaarlijk hier. Ja, hij was echt meteen verliefd op tante Truus, ja. Ja, helemaal gewoon liefde op het eerste gezicht. Zijn meisje van zijn leven. En toen zijn ze 17 april in 1945 zijn ze getrouwd. Hij had alles bij elkaar gerommeld om een feest te kunnen geven met sigaretten en chocola. Maar het is wel een hele fijne bruiloft geweest, ja, zonder meer. Toen is ome Bill weer terug naar Canada gegaan en tante Truus ongeveer een maand of drie daarna met de boot. Ja, die heeft toen Eindhoven verlaten en is naar Canada gegaan. Maar ik denk dat het ook best heel moeilijk was voor hun om een kind gaat nou net na de oorlog naar Canada. Ik denk dat dat best moeilijk is geweest. Ik deed ook altijd krantenknipsels van Eindhoven. Stuurde ik altijd naar Canada en dan was ze heel door, dat vond ze heel fijn, was heel dankbaar. Ja. Mijn tante is 82 geworden en ome Bill vorig jaar, 94. Die had dit graag mee willen maken, ja. Hij was echt heel trots, ja. Ja, met al zijn medailles op. Ja, tante Truus was alles. Maar was ook een hele mooie dame, hoor. En ze was verwend, hè. Ome Bill, die verwende haar van top tot teen. Ja. Echt alles.